Dit is In Derde Termijn vanuit het regiokantoor. Vandaag praat Ruud Bochart met Arie Mastenbroek van het CDA over het eerste jaar Gooise Meren. En met Herman Stuiver van het Weekblad Weidemeren en René Voigt van Dorpsbelangen over de politieke constellatie in Weidemeren. Goedendag en welkom bij een nieuwe aflevering van In Derde Termijn. René Voigt van Dorpsbelangen zit aan tafel samen met Herman Stuiver van het Weekblad Weidemeren. En we praten over de coalitievorming van vorige week. Woensdag 14 november, meneer Voigt, besloten CDA, PvdA / GroenLinks en uw partij om tot een coalitie te komen. Eerst even terug in de geschiedenis, want op 24 november namen jullie afscheid, of niet jullie, maar het CDA, PvdA / GroenLinks, afscheid van de VVD. Jullie kwamen daarvoor in de plaats. Naar aanleiding van een motie over de zelfstandigheid van Weidemeren, gesteund door het CDA en PvdA / GroenLinks. En even samenvattend, jullie zeggen geen ambtelijke fusie met wie dan ook en zeker geen bestuurlijke fusie, hooguit samenwerking op onderdelen. Oké. Dat kan natuurlijk niet helemaal uit de lucht vallen. Ik zou me zo kunnen voorstellen dat je al voor 24 november hebt besloten met elkaar, wij gaan straks, als die VVD eruit is, een nieuwe coalitie vormen. Was dat ook zo? Wij zijn op de dinsdag voor de raadsvergadering op donderdag, laat op de avond. 22 november. Ja, door het CDA geïnformeerd wat er speelde binnen de coalitie. En dat dat tot een breuk, nou toen al had geleid, voor zover ik me nu kan herinneren. Want er heeft veel gespeeld in die tijd. Ja. En of wij wilden nadenken om toe te treden tot de coalitie. Nou, dat is een vraag die er natuurlijk over valt op dat moment. Wij hebben toen gezegd, daar willen we over nadenken. Maar dat doen we niet zomaar. Van belang is ook wat er komende donderdag, zeiden wij, in de raadsvergadering gaat gebeuren. Want zoals jullie weten, wij willen geen bestuurlijke fusie, geen ambtelijke fusie. Wij willen een zelfstandig Weidemeren. Dus, nou ja, dat hebben zij ingewilligd. Later blijkt ingewilligd, maar op dat moment wel te kennen gegeven. Ja, dat snappen we dat jullie dat willen. Want ze hebben nogal wat water bij de wijn gedaan. Nou, behoorlijk. PvdA GroenLinks wilde graag een bestuurlijke fusie. Ja. Bij voorkeur met Hilversum. Ja. Het CDA wilde een ambtelijke fusie voor de long run. Liever geen bestuurlijke fusie, maar wel een ambtelijke fusie. Ja. En dat is nu allemaal van tafel. Ja. Nou ja, dat is toch mooi, denk ik dan. Dus, ja. Kijk, uiteindelijk heeft dat geleid tot het amendement wat wij hebben ingediend. Wat het heeft gehaald. En betekent ook dat vanaf dat moment we niet meer praten over een bestuurlijke en ambtelijke fusie totaal. Maar wel kijken, is er op onderdelen zwakte in Weidemeren. En kan dat leiden tot gesprekken met buurgemeenten. Ja. Je zou eigenlijk bijna kunnen zeggen, waarom heeft het nog 3 weken moeten duren voordat uiteindelijk dat nieuwe college er is? Ja, daar gaat tijd overheen. We zijn niet constant met de gemeentepolitiek bezig. Er zijn ook mensen die een gewone baan hebben en overdags werken. En soms heb je tijd nodig om even te overleggen over de ontstaande situatie, over wat de punten zijn die je in gaat brengen. Vervolgens gaat er weer tijd overheen om een vergadering te plannen met elkaar. Het is meer praktisch. En we waren vorige week donderdag waren we eigenlijk al inhoudelijk rond. Maar pas deze week is de persbijeenkomst geweest. Ja, dus, dat was woensdag 14 november. We gaan even naar beelden kijken van de ondertekening van het coalitieakkoord. Fijne vragen. Ja. Ja, jongen. Gefeliciteerd. Welkom. U zegt, er gaat veel tijd overheen, want je moet onderling met elkaar communiceren. Nou, dat communiceren is blijkbaar niet helemaal goed gegaan, want toen u woensdagavond, na afloop van de persconferentie, een ledenvergadering had van Dorpsbelangen, waren daar 2 leden, in ieder geval de heer Van Waveren
en mevrouw Siderius, die niet zo gelukkig waren met de gang van zaken. Eén heeft zelfs het lidmaatschap opgezegd. Ja, dat klopt. Ja. Was dat verrassend? Ja, voor mij wel. Dus ik vind het ook jammer dat, dat het gebeurd is. Maar ja... Soms doen mensen dat. En, kijk, ja, Van Waver is een aardige vent, deskundige vent... die wij graag ook af en toe inhuurden, om het maar over zo te zeggen... als wij wat informatie wilden, als hij ons kon helpen. Dat deed hij graag. Dus, maar ja, om hem moverende redenen heeft hij hiervoor gekozen. Ik betreur het. Ja. Het is jammer, maar... Naast mij zit ook Herman Stijver. U bent van het weekblad Weidemeren. U volgt het nieuws natuurlijk in Weidemeren al heel erg lang. Hè? Ja, heel lang al. Exact, decennia. Als u daar nou zo naar kijkt, wat is dan uw analyse van de hele gang van zaken? Nou, ik was wel verrast, want ik heb de zaak op afstand gevolgd. Ik weet dat er overleg is en dat er achterkamertjes zijn en overlegjes en telefoontjes voor zo'n vergadering, dat weet ik wel. Maar ik wist niet wat er gebeurd was natuurlijk, dat wist ik niet. Dat ontdekte ik pas op de bewuste raadsvergadering. En ik was wel verrast door het feit dat de Dorpsbelangen met een motie kwam die gesteund werd door het CDA, waardoor opeens de verhoudingen in de coalitie totaal anders waren. Ik vond het eigenlijk wel... zonder daar een mening over te hebben, maar toch wel een hele goede set van René Voigt door met die motie te komen, waardoor dus inderdaad, wat hij ook zegt, de coalitie gewoon kon doorgaan. Maar er was geen enkele partij... hij heeft partij... de partij behoorlijk binnengehaald. Ja, precies. Er was geen enkele partij met de meerderheid. Hè? De enkel standaard had een meerderheid, dus er moest al iets gebeuren. Ja. En ik vond het eigenlijk wel een vrij simpele motie, maar wel een duidelijke motie. En waardoor dus de verhoudingen totaal anders werden. Ja. Wat er nog wel... wat me niet helemaal duidelijk is geworden, ze hebben uitgebreid analyse in de Gewone Nederlander gestaan. Wat ik nu even vraag eigenlijk. Dorpsbelangen zou eerst meegestemd hebben, begreep ik, met de oppositiepartijen. Die gegeven versterkt werden met de VVD. Ik heb zelfs een uitlading gelezen van de VVD-woordvoerder die het had over 30 zuffelingen. Hadden jullie al toezegging gedaan dan aan andere partijen? Nou, dat ze zich bekocht voelen? Joost Boermans was een hele tijd bezig met het voorbereiden van een amendement. En de eerste versie hadden wij gezien en daarvan hebben wij ook gezegd van prima, er moest nog van alles bijgezet worden. Maar ja, als de omstandigheden wijzigen, dan moet je soms daarop terugkomen. En je bedoelt ermee dat de VVD erbij kwam bij die groep? Nou, dat de VVD afscheid nam, moest nemen, of ze werden eruit gezet eigenlijk, geloof ik. Ja. Of eruit gemanoeuvreerd, hè? Ja, binnen de coalitie. En ja, dan ontstaat er opeens een hele andere situatie met een eigen dynamiek. Dus en dan zitten wij ook voor het dilemma van, moeten we nou doen... Wat inhoudelijk ondersteunde je dat wel, dacht ik, hè, dat amendement? Als er niks anders was geweest, dan hadden wij dat gesteund. Dus, maar inmiddels hadden wij natuurlijk een eigen amendement gemaakt. Ja. Maar je zit dan altijd met het dilemma van, wat moet je doen? Met de oppositie één front blijven vormen, hoewel je eigenlijk formeel niks hebt samen. Je bent samen oppositie. Ja. Maar ja, het gevaar daarvan was, vond ik een gevaar voor de bestuurbaarheid van de gemeente, dat de VVD zich daarbij aan zou sluiten. Ja, dat was het begin van een bestuurscrisis geweest, denk ik. Ja. Dat is denk ik duidelijk. Dorpsbelangen gaat een wethouder leveren, Jan-Jaap de Kloet. En hij woont al 54 jaar in Weidemeren. En ik vroeg hem hoe hij aankijkt tegen zijn wethouderschap. Het is in ieder geval heel erg leuk. En ik vind het leuk dat het in de gemeente is waar ik al zo lang woon. En ook iets kan bijdragen. Het klinkt een beetje idealistisch, maar ik kan iets bijdragen aan het dorp, aan de gemeente. Ben je nou niet bang als je hier al zo lang woont en nu opeens word je wethouder, dat met heel veel mensen met wie je prima door één deur kon, straks misschien tegenover je vindt omdat je beslissingen neemt waar zij het niet mee eens zijn? Ik kom uit de journalistiek, dus ik denk dat communicatie in mijn geval goed verzorgd is. In ieder geval heel belangrijk vind ik dat. Dus als er tegengestelde belangen zouden zijn of als er discussiepunten zijn, vind ik het altijd belangrijk om dat heel open met elkaar te bespreken en dat die communicatie goed is. Zodat je gewoon voor elkaar begrip kan hebben. En dat een zal een keer met je eens zijn en de andere keer tegen je zijn. Maar ja, dat is nou helemaal zoals het gaat. Nou ben je inderdaad jarenlang journalist geweest. Je hebt ook voor onder andere de Telegraaf gewerkt. Nu zit je aan de andere kant van de streep. Nu ben je wethouder. Is dat niet een beetje een lastige rol van de criticus naar opeens de beleidsmaker die dingetjes moet verdedigen? Nou, ik denk het niet. Het zijn verschillende rollen. Alleen ook hier heb je een aantal dingen die parallel lopen.
Het voordeel van lang in de journalistiek gezeten te hebben is dat je heel snel informatie tot je kan nemen en ook kan schiften. Het vak van wethouder vereist ook dat je veel dossiers leest. En dat is een vaardigheid die je hebt ontwikkeld. Dus ik zie daar geen probleem in en ook niet om uit te leggen wat ik doe. Wat je als journalist ook doet. Ik kan me voorstellen dat je als journalist scherp kan zijn op alle dossiers. En nu moet je soms dingen voor je houden. Omdat je denkt, ja, maar ik wil dit als beleid uitgevoerd krijgen. Ook in de journalistiek heb je vaak momenten dat je met mensen in vertrouwen spreekt. En dan ga je het ook niet meteen publiceren. Dus dat zie ik niet als een probleem. Wat vind je het leukste in de portefeuille? Het leukste in de portefeuille vind ik de variatie. Het zit veel in. Financiën, duurzaamheid en milieu, grondzaken, waterbeheer. Wat ik een hele mooie post vind is recreatie en toerisme. Dat is heel belangrijk in deze gemeente. En daar moet nog veel gebeuren. Er gebeurt heel veel al in de plannen rondom de oostelijke vechtplassen. Daar zit veel in. Maar daar moeten we echt gaan doorpakken. Een van de speerpunten gaat worden het dorpskernenbeleid. Wat moet ik me daar precies bij voorstellen? Dat is in ieder geval een speerpunt wat nu is afgesproken in het nieuwe coalitieakkoord. Dus de partijen die nu de coalitie vormen vinden dat heel belangrijk. En in de uitvoering zal het moeten gaan betekenen dat de stem van de verschillende kernen nog duidelijker dan het al is naar voren komt. Hoe de vorm wordt, dat is nog niet helemaal duidelijk. Ook dat zou uiteraard moeten komen. Maar ik denk wel dat het een belangrijk punt is, omdat wij met z'n allen vinden dat wij als gemeente zelfstandig moeten blijven. De kernen maken de gemeente en die zijn dus belangrijk in alles wat we doen. Ook om misschien te toetsen wat je aan het doen bent. Dat daar ook een klankbordfunctie in kan zijn. Het lijkt wel een soort dynasty. Opa de Kloet, vader de Kloet, nou Jan Jaap. Ja, absoluut. In het openbaar bestuur van Weidemeren. Nou, dat was ook iets wat... ik heb de verklaring van Jaap van Waveren gelezen, waar we het net over hadden. Ja. Die heeft hij ons blaadje opgestuurd uiteraard. Dat heb ik gretig overgenomen. En daar stond ook letterlijk in dat Jaap van Waveren vond dat de oude elite van dorpsbelangen, en daar bedoelt hij dus de Kloeten mee en nog wat namen, dat die een beetje weer de dienst uitmaakten. Kijk, formeel is het nu zo dat bestuur en fractie met recht het mandaat om coalitieonderhandelingen aan te gaan en met de wethouder komen, er hoeven leden niet vooraf over geraadpleegd te worden. Maar het geeft wel het gevoel weer van Waveren dat hier een beetje buiten wordt gehouden. En nog wat andere, Vindt u dat ook? Ik kan me dat wel een beetje voorstellen. Kijk, je moet je voorstellen, Doosbelang is niet zo'n al te grote partij natuurlijk. Dus ik denk dat ze bij wijze van spreken telefonisch een aantal mensen hadden kunnen bellen. Van die keurlijst, van de eerste tiende lijst bijvoorbeeld. En hadden kunnen informeren. Dat was misschien iets correcter, netter geweest, denk ik. Want nu heb je weer twee mensen die opgestapt zijn. Ja. Wat ook geen, nou ja, één is althans als lid gestopt en de ander is ook boos. Overweegt dat misschien nog. Ja. Jammer. Ja. Het laatste stukje van het interview met Jan-Jaap de Kloet wordt ingegaan op het dorpskernenbeleid. Meneer Voigt, wat moet ik me daar precies bij voorstellen? Nou, dat weet ik zelf ook nog niet precies, want dat is iets wat we op gaan starten. De bedoeling is om daarmee een begin te maken. Overigens is het niet nieuw dat nu in het coalitieakkoord staat. Want alleen jullie zetten het denk ik zwaarder aan. Ja, nou ja, dat is denk ik een wens van vele partijen inderdaad. VVD is er onder andere ook meegekomen. Die wilden dat het bekeken zou worden. En de bedoeling is om zeg maar een kernenbeleid te ontwikkelen waarin je het hebt over verbeteren van de leefbaarheid. Het is geen eenvoudige klus om dat te doen, maar waarin je ook kijkt vergroot van de invloed van de burgers. De invloed van de mensen die in de kernen wonen. Ook al gekomen door het feit dat een tijd speelde dat we heel veel samen zouden gaan. En er werd er vooral benadrukt, maak je me geen zorgen, een kort noever blijft. Dus dat kernenbeleid, dat zou dan ook met Hilversum gehandhaafd blijven. Dat was een beetje een achterliggende gedachte. Nou, het grappige is dat ze in Hilversum zeiden van in Weidemeren hebben ze een heel goed kernenbeleid. En dat gaan wij dan in Hilversum ook doen. Ja. Waarvan wij in Weidemeren dachten van een heel goed kernenbeleid. Ja, we hebben wel kernen, maar echt een beleid, hoe we daarmee omgaan, het leek een beetje een goedmakertje, vond ik. Ja, maar ja, dat trappen wij niet in, hè? Want we zien bij die dorpskernen dat de leefbaarheid, althans het voorzieningenniveau, achteruit gaat. En daarmee ook de leefbaarheid, omdat het aantal inwoners terugloopt. Scholen worden elk jaar iets minder vol. Openbaar vervoer houdt soms al op ergens. Winkeltjes verdwijnen. Op jullie website, dus op de website van Dorpsbelangen staat, dat zou je kunnen tegengaan door extra investeringen in woningbouw. Ja, dat is een deel daarvan. Kijk, als je woningen bouwt waar weer mensen komen wonen met kinderen, waardoor er wat reuring in een dorp komt. Hopelijk gaan die kinderen dan ook naar verenigingen, naar de voetbal, naar de muziek. Zodat daar ook de aanwas door blijft gaan. En
Dat is een onderdeeltje ervan. Maar, ja. maar wat daar verder onderdeel van moet uitmaken, dan, daar gaan we over nadenken. Ja. Want ja. het is best een moeilijk probleem om op te lossen. Ja, ja, ja. Tot slot. We kunnen natuurlijk niet in de toekomst kijken. En dat is altijd speculeren, hè? De als-dan-situatie. Toch ga ik het doen. Over een dik jaar zijn er gemeenteraadsverkiezingen. In maart 2018, ook in Weidemeren. Is dit nou het college wat ook na die verkiezingen het meest wenselijke college is voor u? Daar kan ik geen antwoord op geven. Dat hangt, dat hangt van de verkiezingsuitslag af. Meneer Stuyven, denkt u dat dit de opmaat is naar een langdurigere samenwerking? Beter dan de samenwerking CDA, PvdA, /GroenLinks met de VVD? Nou, ik ben niet gebonden aan politieke partijen, dus ik zou best uitspraken erover kunnen. Ik durf het ook niet te zeggen. Oh. In Weidemeren zie je toch elke 4 jaar een behoorlijke omslag. Nu is het CDA de grote partij. Eens was het dorpsbelang. Ja, maar die is gespleten nu. Dat is jammer, vind ik zelf. Nee, dat je twee lokale politieke partijen... Ja, dat is doodzonde, vind ik. Maar ja, ik ben benieuwd hoe dat na de verkiezingen uit zal werken. Ik vind het heel onvoorspelbaar. Goed. Ik zou graag duidelijker willen zijn, maar ik durf het niet. Nee. Meneer Stuyver, Weekblad Weidemeren, dank voor uw komst. En meneer Voorzitter, ik wens u veel succes met dorpsbelangen in de coalitie met PvdA /GroenLinks en het CDA. Dit is In Derde Termijn. En dan nu vanuit het regiokantoor Arie Mastenbroek. Fractievoorzitter van het CDA in Gooisemeren, die terugkijkt op het eerste fusiejaar. Vorig jaar waren er verkiezingen in Muiden, Muidenberg, Naarden en Bussum. Het moest leiden tot de gemeente Gooisemeren. 56.800 inwoners telt die gemeente op dit moment. Daarvan maakt Muiden 11% uit, samen met Muidenberg. 6200 inwoners. 11%, maar als ik kijk naar de vertegenwoordiging in de gemeenteraad, dan bent u oververtegenwoordigd, want met 8 raadsleden. Nou is de actualiteit dat iemand van D66 opstapt, maar goed, laten we even uitgaan van 8. Neemt u 26% in van het aantal zetels in de gemeenteraad van Gooisemeren, ja. Oververtegenwoordigd? Ja, als je het cijfermatig gaat bekijken, dan is het inderdaad oververtegenwoordigd. Ja, heel veel voorkeurstemmen hebben mensen uit Muiden gekregen. Ja. Dat zegt ook iets over de betrokkenheid van de stemmers uit Muiden en Muidenberg. Zeker. Ja. Merk je dat nou, we hebben er nou een jaar op zitten, merkt u dat nou dat die invloed van Muiden zo groot is? Nee, niet direct. Ik denk dat binnen alle partijen het wel zo is dat als je weet dat je aan fusieverkiezingen deelneemt en je op de kieslijst staat, dat je in principe natuurlijk raadslid bent voor de hele gemeente Gooisemeren. Ja. Dat geldt dus dat je ook voor Naarden en voor Bussum de belangen van de inwoners vertegenwoordigt. Natuurlijk is het wel zo dat vanuit de historie, met name ook als je als raadslid eerder in Muiden werkzaam bent geweest, dat je wel dossierkennis hebt opgebouwd van datgene wat daar speelt. En dat is natuurlijk wel kennis die je niet verloren kunt laten gaan. Dus wat dat betreft denk ik dat met name de Muiderraadsleden toch wel de belangen van Muiden proberen te vertegenwoordigen. Maar dat zeg ik, in principe geldt dat voor de hele gemeente. Ja, ja, ja. Nou zeggen sommige mensen, er is toch wel een cultuurverschil tussen de mensen die uit Bussum kwamen en de mensen die uit Muiden-Muidenberg kwamen. Daar was het toch wat dorpser. Daar werd wat meer onderling geregeld met elkaar. Ja. Terwijl Bussum toch wat stedelijker is. Was. Ja. Ja. Ik ga het voor de feitelijkheid even omdraaien. Want Muiden is natuurlijk een stad. Ja. Bussum is een dorp. Ja. Dus feitelijk zou je het om moeten keren. Ja. Ja. Maar goed, dat is even... Nee, daar heeft helemaal gelijk in. Maar dan heeft de stad een wat dorps karakter. Ja. En het dorp heeft een wat stedelijker karakter. Ja, dat is natuurlijk zo. Hè. Het bestuur, de ambtelijke organisatie stond in Muiden natuurlijk veel dichter. Ook op de bevolking. En ook voor wat betreft de bereikbaarheid en de benaderbaarheid voor de raadsleden veel dichterbij. Dus je liep gauwer naar een loket toe, je liep gauwer naar de wethouder toe, zelfs naar de burgemeester. Dus het was wel dichter op de bevolking. Heeft dat ook niet geleid dat je dan soms wat makkelijke dingen kon regelen als je op goede voet zat met de burgemeester en je loopt gewoon even het stadhuis in? Ja. Dan regelen we het even met elkaar. Ja. In Bussum was dat natuurlijk veel... Ja, bureaucratischer zal ik dan maar zeggen. Ja, nou ja, dat even regelen, dat is altijd wat lastig. Ik denk niet dat het zo gewerkt heeft.
Je zit altijd aan regels vast natuurlijk. Het is natuurlijk wel zo dat als je iets constateert in de wijk, hè, bijvoorbeeld verlichting doet het niet of anderszins, dat je wellicht als raadslid eventjes wat makkelijker naar binnen liep om te zeggen van joh, die lantaarnpaal die doet het niet, kan er even naar gekeken worden. Dat scheelt het invullen van een formulier en dan gaat het de ambtelijke organisatie in. Nou, dat soort dingetjes kreeg je dan wel eventjes wat sneller voor elkaar dan via de normale route. Ja, maar niet een handjeklap van als ik nou dit voor jou doe, dan doe jij dat voor mij. Nee hoor, nee. Want dan zou je de integriteit van zowel de wethouder of de ambtenaar en van de raadsleden in het geding komen. En ik denk dat niemand dat risico heeft willen nemen. Dat was ook niet uw ervaring toen u nog raadslid was in Muiden-Muidenberg? Ja, nee, absoluut niet. Dus dat, niet in mijn herinnering in ieder geval. Nee. De gemoedelijkheid, de sfeer in de raad, is die in Gooismeer anders dan tot en met 2015? Ja, dat is wel in anders. In de oude dorpskern? Ja, in Muiden kende je natuurlijk iedereen. De fusie laat natuurlijk een samenstelling zien van mensen uit ook de andere voormalige gemeentes, naar Bussum. Nou, die mensen die ken je in principe niet. Dus het is wel een relatie die je opnieuw moet opbouwen. Als ik even terugkijk naar dit eerste jaar, dan zul je zien dat die relatie wel steeds beter is geworden. We weten elkaar makkelijker te vinden. We hebben de woordvoerderschappen binnen de fracties natuurlijk. Ze zoeken elkaar beter op. Ja. Sommigen zeggen dat er eigenlijk wel heel veel gerommel is. Dat is dan even in alle fracties en in de ene fractie wat meer, zoals bijvoorbeeld bij de GOP, en in een andere fractie wat minder. Ja. Maar door die drie gemeentes die bij elkaar kwamen, is het niet allemaal één team nog. Is dat ook uw ervaring? Ja, dat is ook mijn ervaring. Je hebt natuurlijk, het geldt niet alleen maar voor de GOP. Ik denk dat er veel fracties zijn. Met name de wat grotere fracties waar echt die samenstelling divers is uit oude gemeentes, dat het ook daar wennen is. Je zit daar allemaal met een bepaalde achtergrond, met een bepaalde historie, ook met een bepaalde cultuur van hoe we dat in Muiden deden, hoe we dat in Naren deden en hoe we dat in Bussum deden. Dat werkt ook binnen de fracties door. Ja. Maar goed. We hebben straks ook weer nieuwe verkiezingen. Dat heeft er ook mee te maken, hè? Want je zit maar 2 jaar en 2 maanden exact, ongeveer. Ja. Dit jaar gaan we ook alweer beginnen met de voorbereidingen voor de verkiezingen. Dat is een aardig, hè? Want er was een keuze in 2015 om te zeggen, we hebben de verkiezingen in november 2015. Ja. En de eerstvolgende zijn of in 2018 of in 2022. Ja. Met de wijsheid van nu. En achteraf kijken is altijd makkelijk, hè? Ja. Met de wijsheid van u zegt u, nou, misschien was het toch verstandiger geweest om die verkiezingen te laten plaatsvinden in 2022. Ja. Ik denk dat dat inderdaad een terechte vaststelling is. Destijds vanuit bepaalde overwegingen gekozen voor inderdaad die korte termijn. Democratische rechtvaardigheid eigenlijk, hè? Moet je een college en een raad wel zo lang laten zitten? Nou, dan zou het 6 jaar zitten. Dan zou het 6 jaar zitten. Dus er is toen bewust gekozen op basis van dat argument van nou, we willen dan toch maar naar die 2 jaar in die 2 maanden toe. Als je nu achteraf gaat bekijken, denk ik dat binnen de huidige gemeenteraad wel het gevoel heeft van ja, misschien hadden we daar toch voor die langere periode moeten kiezen. En dat is niet meer te regelen nu? Nee hoor, nee. Dat is niet meer te regelen. Nee. We hebben natuurlijk ook eens even ons oor te luisteren gelegd naar de burgers. Ja. En dan horen we vaak terug, veel zaken werken nog niet bij Gooisemeren. Bijvoorbeeld instellingen die zeggen, het duurt tot eind december voordat ik hoor of ik subsidie krijg of niet. Terwijl dat vroeger al ergens in augustus, september bekend was. De website werkt soms niet, de gemeente is traag. Zijn dat nou kinderziektes of structurele problemen in Gooisemeren? Nee, het zijn kinderziektes, want ook wij als raadsleden ervaren dat. Hè. We krijgen natuurlijk ook de klachten en de berichten van de inwoners. Ik vind ook goed dat inwoners ook de fracties weten te vinden. Hè. Want dat is tenslotte het controlerend orgaan voor het college en voor de ambtelijke organisatie. Dus we zitten daar wel bovenop. We hebben ook regelmatig contact met de portefeuillehouder hierover. Er zijn gewoon wat opstartproblemen. En dat heeft te maken met ICT. Daar zit de website natuurlijk bij. Maar dat heeft ook te maken met de
personele organisatie die veranderd is. Ja. Er zijn mensen weggegaan, er zijn mensen vanuit een oude functie op een nieuwe functie terechtgekomen. En dat maakt dat iedereen eigenlijk zijn weg nog eventjes aan het zoeken en aan het vinden is. Vooralsnog houden wij het erop dat het inderdaad kinderziektes zijn en dat er alles aan gedaan wordt binnen het college om het zo snel mogelijk netjes gestructureerd en georganiseerd te krijgen. Ja. In het vorige gesprek, voorafgaand aan uw aanwezigheid, spraken we onder andere met René Voigt van Dorpsbelangen in Weidemeren. En die hebben in hun nieuwe collegeprogramma gezegd: we moeten de dorpskernen verder versterken. Gooisemeren is natuurlijk eigenlijk ook een drie-eenheid. Hè? Ja. Hoe kijkt u daar tegenaan? Ja, het is maar net wat je en dan gaat het niet om de dorpskernen Weidemeren, maar Gooisemeren natuurlijk. Nee, daarom. Het is wat je bedoelt. Stedelijke kernen. Met versterken. We hebben natuurlijk een aantal vestings, de steden. Dus, nee, goed, maar dat is even een lolletje. We hebben natuurlijk wel in ons coalitieprogramma, maar ook als je kijkt naar de visie en de missie van de nieuwe gemeente staan, dat de identiteit van de kernen behouden moet blijven. We proberen ook vanuit de raad zoveel als mogelijk ook daar wel invulling aan te geven. Neem niet weg dat in alles wat wij binnen Gooisemeren nu doen, ook in het kader van beleid, we proberen wel zo eenduidig mogelijk het beleid ook uitgevoerd te krijgen. Nee, dus de harmonisatie van de wet en regelgeving. Dat houdt in dat je dus in Muiden, ja, waar je misschien in eerste instantie een situatie had dat iets wel kon, dat straks in een nieuwe situatie misschien toch wat minder snel kan. Ja. Maar goed, als je het hebt over het versterken van de kernen, ja, we proberen zo goed... Eigenlijk vooral over de leefbaarheid, de voorziening. Ja, ja. Nou ja, kijk, wat we wel merken bijvoorbeeld, en dat heeft ook even een aanloopperiode gehad, dat als je het over het groen onderhoud, bij wijze van spreken, dat het in eerste instantie leek alsof dat minder was geworden. Dat had ook te maken met planning. Het ene grasveldje werd twee keer in de maand gemaaid en het andere grasveldje eens in de twee maanden. Had ook met planning te maken. Wat ik wel merk is dat het totaal aan onderhoudsniveau nu wel wat meer gestroomlijnder gaat. En dus ja, wat dat betreft denk ik dat we de goede kant op gaan. Ja. Achteraf gezien, een zegen, de fusie? Of een, was het tegenovergestelde? Ja, nou ja, een zegen. De vraag is wat je daar dan weer onder verstaat. Hè. mooi woord in voor het CDA. Ja, voor het CDA is het natuurlijk. Hè. Een kerstperiode. Ja, daarom. Nee, nou ja, goed. Laten we zeggen, het is een noodzakelijk kwaad geweest. We weten allemaal hoe de geluiden en de stemmingen waren tussen de verschillende kernen. Met name ook Bussum natuurlijk, die daar best wel behoorlijk terughoudend op heeft geacteerd. Dus of je nou kunt zeggen van het is een zegen, ik denk dat de tijd moet leren de komende jaren hoe we daarmee omgaan. Daarnaast hebben we natuurlijk nu alweer de nieuwe situatie met het bestuurskrachtonderzoek, ja. Wat de nodige beroering gaat geven de komende jaren, van welke kant gaat het op. Dus die zegen die kan nog wel eens wat langer duren dan dat we misschien zouden willen. Okay. Meneer Massenbroek, dank voor uw komst en uw toelichting. Dank u wel. We hadden het net al even over de Gooise Ouderenpartij in Gooisemeren. Daar zijn allerlei problemen. Even bij het begin beginnend. Ze zaten met twee raadsleden in de gemeenteraad. Daar voegde zich later René Swijen aan toe. Hij kwam weer van het toenmalige Hart voor Bussum. En toen zaten ze dus met drie zetels in de raad. Maar in de zomer bleek het allemaal niet meer zo te boteren tussen René Swijen en de fractievoorzitter Jan Kwekkeboom. René Swijen probeerde de macht naar zich toe te trekken door zich uit te laten roepen door de fractie als de nieuwe fractievoorzitter, samen met zijn collega. Jan Kwekkeboom, daarvan was het onduidelijk wat hij zou blijven doen. Alleen verder gaan onder de vlag van de GOP of uit de raad te stappen. Vervolgens hebben de leden van de GOP daar ook nog het nodige over gezegd. En niet iedereen is het met iedereen eens. Nou, om een lang verhaal kort te maken, men heeft besloten om Jan van der Starre erbij te roepen. Hij is voorzitter van de oudere partij Noord-Holland, de provinciale partij zal ik maar even zeggen, voor een mediation poging.
We hadden natuurlijk Jan Kwekkeboom gevraagd om commentaar op dit geheel, maar dat wil hij nog niet geven, hangende de mediation-procedure. En die is nog niet afgerond. Zodra dat het geval is, zal hij in deze uitzending een toelichting geven. Althans niet in deze uitzending, maar in een volgende uitzending van In Derde Termijn. Daarmee zijn we aan het eind gekomen aan deze aflevering van In Derde Termijn. Ik ga u zalige feestdagen toewensen en we zien elkaar in het nieuwe jaar. Dit was In Derde Termijn. U kunt de programma's van Gooi TV ook zien op het YouTube-kanaal van Gooi TV, Facebook en via gooitv.nl. Abonneer u op het Gooi TV-kanaal om altijd en overal op de hoogte te blijven van de laatste programma's. Wij wensen u fijne feestdagen.